Hij filmt. Ben je al aan het filmen? Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Jezus werd erbij, ben zo blij. Jezus werd erbij, ik ben zo blij. Jezus werd erbij, zing ik glorie, halleluja. Jezus werd erbij, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Oh ja, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Zing ik glorie, halleluja. Jezus redde mij, ik ben zo blij, de puttijd is voorbij. Ik ben zo blij, de puttijd is voorbij. Ik ben zo blij, de puttijd is voorbij. Zing ik glorie, halleluja, Jezus redde mij. Woe! Word je blij van, hè? Dit is echt helemaal wat je doet zo buiten de ogen. Wauw. Wil de prijzen horen. Wil ik prijzen, o Heer, met een hart vol aanbidding. Wil ik prijzen, o Heer, hef mijn handen omhoog, met een hart vol van dank, met een hart vol aanbidding. Wil ik prijzen. Wil ik prijzen, o Heer, wil ik prijzen, o Heer, met een hart vol aanbidding. Wil ik prijzen, o Heer, met een hart vol, met een hart vol van dank, met een hart vol aanbidding. Nou, nog één. Halleluja. Gods weg is de beste. Ja. Mooi, wat wel laag. Gods weg is de beste, de beste altijd. Gods weg is de beste, waarin hij jou ook leidt. Kruis op en volg hem. Gods weg is de beste altijd. Gods weg is de beste altijd. Gods weg is de beste, waarheen hij jou ook leidt. Kruis op en volg hem. Gods weg is de beste altijd. Dan gaan we dopen, dan gaan we hier op de wal voor gaan we naar binnen. Want we hoeven niet te heel lang in het koude water te staan. Wil je even zitten? Is dat een idee? Even zitten in de zon. Gaan we zitten. Okay. Ja, kan toch. Ja, zit hier ook alles. Ik help hem wel even. Dat is het veilig. Ik denk daar. Okay. Ik denk daar. Als er iemand in kan stappen, die is, dan kan ik dan stappen. Ja hoor. Ik heb een beetje met mijn
voortje voor jou, dat is wel niet even zitten. Ik proclameer dat het water niet koud is. Nee, het is goed hoor. Man. Ja. Het zou mooi zijn als ze er in valt. Ja, die moet gedampt worden. Laten we kijken waar het een beetje op is. Nee, hier al gelijk voor. Hè? Ja, jouw kans. Jij gaat zo staan. Ja, ik zag het. Ja, nee, we houden er rekening mee. Je gaat achterover. Ja. Mag je handen zo houden? Ja. Is die waterdicht? Ja, die is waterdicht. Oké. Okay. Nou, dan lieve mensen. We zijn hier om Gabriël te dopen. Tot zien, hè? En op grond van zijn getuigenis even dat dopen we jou zien. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. En dat is in Jezus' naam. Amen. Zo. Gefeliciteerd. Halleluja. Nou, dan ga jij naar binnen. Is er iemand die iemand omhoog kan trekken? Ja, dat kan ik. Dat kan ik. Goed, is er ook nog iemand voor mij? Kom maar. Hoppa, yes. Ja. Nou, dan gaan we bidden voor Gabriël. We gaan bidden voor vervulling van de Heilige Geest. Ja, wij geloven dat het een krachtige daad is, Gabriël. Ja. En dat de gavers van de Heilige Geest met kracht mogen komen op dit moment. Leg ik de handen in geloof op jou en vraag ik u, Vader God, wilt u op dit moment, Gabriël, vervullen met de Heilige Geest, van hoofdkruid tot voetzool. Dank u, Jezus, er is feest in de hemel. Met deze geloofstap, met deze geloofsdaad, de doop, Heer. Zoals Jezus het ervoor gedaan, Heer. Dat Gabriël op dit moment helemaal vervuld mag worden met uw lieve Heilige Geest. Gabriël, probeer maar gewoon in tongen te bidden. Doe maar gewoon. Begin maar te brabbelen. Is niet erg. Doe je mond maar open. Ik geloof echt dat je het hebt ontvangen. In de naam van Jezus. Dank je wel, Vader. Mijn zoon. Zodat ik weet, noem ik je mijn zoon. Want je bent mijn zoon. Je bent al langer eigenlijk op zoek naar mij geweest. Je had zoveel vragen. En dan zend ik mensen op je weg. Een hele mooie dame. En dan zie je hoe ik dat leid. Hoe ik dingen doe in je leven. Maar ik ben nog lang niet klaar met je. Want ja, wat was het daar in de preek? Van bekeer je en laat je dopen. En je zult de Heilige Geest ontvangen. En je zult kracht ontvangen. Dat zal nu gebeuren in de naam van mij. Ik geef mijn kracht aan jou. Ik geef mijn zegel aan jou. Ik geef mijn vaderhart aan jou. Ik geef mijn liefde aan jou. En je zal gaan zien dat er nog veel wonderen door jou heen gaan gebeuren. Want je bent een man van temperament. En die temperament in jou ga ik gebruiken in mijn koninkrijk. En ik zeg je daarmee. Ik zie enorm veel licht om je heen. En dat is het begin nog maar van de wonderen, zegt de Heer. Want ik ga nog veel wonderen doen door je handen. Dit is nog maar een kleine begin. Gewoon te mogen bidden voor je moeder. Maar het grote begin zal eindigen met doden op te wekken in mijn naam. Heer, ik dank u ervoor in Jezus' naam. Amen. Amen. Wow, is het koud? Fijn. Valt mee? Nou, ik had het erg verwacht eigenlijk. Ja? Is het koud? Dat is wel aangenaam op zich hoor. Is er nog iemand die zoiets zei van, hey, ik ben er niet gedopen en ik wil me laten dopen? Of is iedereen gedopen? Want nu is het moment hè, we zijn er toch. Er zijn meer mensen hier die gedoopt willen worden in de naam van Jezus. Mag komen!